Dus daar stonden jullie ineens op de camera. Vond ik natuurlijk op zich een hele eer. Ik hou niet zo heel erg van mezelf op bewegende beelden. In het begin vond ik het uh, een beetje eng. Je staat daar dan ineens, ik weet niet, je zal een grote mond hebben of zoiets. Iedereen kent me meteen ook in de branche zo. Dus uh... Laat gewoon ja zeggen en kijken waar, waar we naartoe gaan. Nou, we vonden het op zich natuurlijk ontzettend leuk. Maar ook wel weer spannend dat ik dacht van, oh god, er word je een jaar lang uh, achtervolgd, zeg maar. Ja, ze gaat daar zitten. En ze doet haar ding. Ik vond het uh, heel erg leuk toen ik gekozen werd. We waren niet ingestudeerd of allemaal dat soort dingen. Dus het was uh, heel erg leuk om het te doen. Ik heb het zelf ervaren, als het ja, heel leuk was het dan ook. Ja, maak je geen twee keer mee dat je zomaar op tv komt. En hoe gaat het dan? En dan lopen ze door je hele huis, of uh, dat soort dingen. Ik vind dat de kinderen in de klas heel snel gewend waren aan alle camera's en geluidsdingen. Uh, de eerste keer toen ze kwamen, vond ik het eigenlijk. Heel erg spannend. Misschien de eerste paar minuten even dat ze kijken van uh, wat doen die lampen hier, wat doet die geluidsman die uh, hier wel achterna loopt, hè? dat zie je dan niet in beeld. En jullie kwamen binnen en dan was het, uh, oh, Ze zijn er weer, oké okay, prima. We hebben gewoon lessen gedraaid of een ouder gesprek gedaan zoals dat altijd ook ging. Ja dan was het gewoon doen wat een gewone les is. Op een gegeven moment komt er ook een vorm van gewinning en dan zijn leerlingen precies zo als dat ze normaal gesproken zijn. Ja het was gewoon een les net als anders. Maar dan een cameraploeg erbij. Het is allemaal echt geweest. Ze is ook duidelijk verteld van jullie worden niet ontdekt voor goede tijden, slechte tijden of zoiets. Eerst uh, twee, twee keer was het wel spannend, maar daarna was het gewoon normaal. Vroegen ze ook altijd wel van, uh, ben je nou echt van Kent Baxter? En dan zei het van ja, het is dus allemaal niet gespeeld. Ik kan me voor herinneren het moment dat Mike zijn uh, tussenrapport kreeg. Ik geloof dat we dat wel vier keer hebben uitgedeeld. Oké, okay, dan komen de spotjes. En dan zit je voor de tv en dan zie je dat er tussen Desperate Housewives en iets anders zit dan een spotje van ons. Ja, dat ze al die andere reclames. Dat die op tv komen. Af en toe in zo'n flits uh, hoorde ik het muziekje. En dan dacht ik ook: oh, ik moet even kijken wie dat is. Tussen de, de pindakaas en, en de wasmiddelen. Uh, komt dan uh, Mike en, en de klas. En, en kom je zelf voorbij. En we hebben ze echt een paar keer zitten wachten tot hij kwam. Als mijn moeder dan bijvoorbeeld in de keuken stond even wat pakken dan uh, was het: uh, Mam, Mam, kom snel, ik ben op tv. Leuk. Ja, Jeremy vond het zelf ook heel leuk om op televisie te komen. Had ik zelf nooit verwacht dat hij dat zou hebben. Linda de Mol, dat is een tv-mens. Ik bedoel, maar ja. En dan sta ik daar ook gewoon tussen als reclame. Dat is erg leuk. Mijn moeder deed de televisie aan. En toen ging ik op de bank zitten. Maar je gaat natuurlijk wel kijken. Het is voor de eerste keer op televisie. Dat maakt niet iedereen mee. Dus dat is best grappig. Merk je allemaal dingen op: van dat je stem, anders is en dat soort dingen. Ik heb ook een keer met mijn zus aan de telefoon gezeten. En uh, die zei: Oh, ik zie je nou ook op televisie. De kinderen in de klas waren natuurlijk op zich uh, toch wel kijken wie er deze week weer in beeld erbij zat. En op een gegeven ogenblik wordt het heel gewoon, moet ik eerlijk zeggen. En vervolgens gaat de telefoon dan wel eens van uh, zeg. Hoe kan het dat ik jou op tv zag? Dan lopen we lopen bijvoorbeeld buiten en dan uh, zeggen ze, jij bent toch die jongen van de tv? We waren eens een keer in een winkel in een groot uh, warenhuis en er kwam iemand naar me toe. Toen zei je, ze, ben je van de tv? Ja, hij zei verder niet veel, maar hij vond het wel heel leuk, want dan kon je echt zien dat hij ervan genoot. Of vrienden van vrienden, die mij dan herkenden op de sportclub. Als je naar de kapper gaat of zo, dan uh, was het van... Uh... Hé, hey, jij was uh, op tv, hè? En, uh, en de tandarts, mijn familie, iedereen vond het gewoon leuk en ik kreeg wel veel reacties. Soms van, zeg, was, was jij dat? En toen achter de kassa van, uh, nou, ik durfde het eigenlijk niet te vragen, maar heb ik jou nou op tv gezien? Nou, dat is heel leuk als dat soort dingen gebeuren. Ik ben nog steeds een onbekende Nederlander en dat vind ik op zich wel heel erg prettig. Hè. Mensen die je kent, die horen je stem en die gaan kijken, oh, je bent op tv geweest en verder houdt het gewoon op. Soms word je er ook helemaal gek van, want dan loop je een kwartier door de stad en dan heb je opeens vijf mensen die het naar je lopen schreeuwen. Maar <laughs> dat is niet zo heel erg. Ik vond het wel grappig allemaal. Nou, wel grappig, omdat je zelf niet bewust van bent dat, ja, dat het dus toch over heel Nederland te zien is. Gisteren bij de McDonald's zat ik met een paar vrienden te eten. En toen kwamen er een, keer een, heel, ja, kwamen een paar kinderen en toen vroeg jij toch die jongen van tv. Dat was wel grappig. We vinden het jammer dat het afgelopen is. We hadden nog wel even door willen gaan. Niet zo leuk. Ja, we zullen het nog gaan missen, dat zeiden wij al. Ja, het is afgelopen. Ik vind het heel erg jammer dat het is afgelopen, maar het was wel leuk. Nieuwe kinderen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe Josra's. Volgend jaar is het gewoon weer school. Ik heb het hier 15 jaar er ook voor zonder gekund, dus ja, dat moet gewoon ook weer zo door kunnen. Ja, jammer. We vallen met z'n allen in een diep gat. Ja, best wel jammer, ik zou het wel nog een keer willen. Ik vond het heel leuk om hier aan mee te doen. We hebben alles gefaked. Het is ontzettend meegevallen. Het is allemaal nep. Ik lag eigenlijk de hele tijd in een deuk, maar ja, dat mocht natuurlijk niet. Het is niets echt. Josra is een actrice. Nee, ik, ik ben het zo onduidelijk, sorry. Nee hoor, het <laughs> Mijn vriendin zei altijd van, um, dat is een heel mooi moment voor jou om een keer wat aan je gewicht te gaan doen. Want je gaat zo toch echt niet op de televisie, hè? Het is natuurlijk wel iets speciaals, maar het houdt een keer op. Nee, ga ik niet missen. Ja, een de Nederlander. Ik vrees dat ik nog wel wat campagnes nodig heb om er wat aan te, ja, verder te komen, maar... Klaar is klaar. Het is afgelopen. Het lastigste vond ik toch eigenlijk wel deze interviewtjes. En ik zou bijna zeggen, kom volgend jaar nog eens terug, maar... Ja, andere campagne misschien. Ik heb echt zoiets van, ik denk dat we het nog gaan missen ook.